Nou ja, we zijn allebei van het avonturieren. Wij proberen ons werk ervan te maken en zoveel mogelijk buiten te zijn. En Schotland is gewoon een fantastisch mooi land met 282 bergen boven de 3000 voet, 914 meter. En die willen wij oprennen. De twee heren zijn niet de enige Nederlanders die de uitdaging van de Munro's aangingen. We zijn niet een van de eerste Nederlanders. Ik weet niet precies hoeveel er zijn. Volgens mij een stuk of 15 die het in ieder geval gefinished hebben. Die ze allemaal beklommen hebben. Maar we willen wel de snelste worden. En hoe snel is dat precies? We hebben uitgerekend dat we er ongeveer 4 maanden over gaan doen. Aaneengesloten. Ze hebben de volgende verwachtingen van hun avontuur in Schotland. Nou ja, het gaat natuurlijk afzien worden. 4 maanden rennen. Ik zei net toevallig tegen jou, we gaan eigenlijk de Nijmeegse Vierdaagse doen, maar dan verticaal. 200 kilometer klimmen. En ik denk ongeveer 4.500 kilometer rennen. Dus dat wordt echt wel afzien. En we gaan zeg maar 20 maart weg. Dus dan zitten we ook nog in het staartje van de Schotse winter met sneeuw. En de bedoeling is dat we veel gaan wildkamperen. Dus het wordt gewoon koud. De heren hebben zich voorbereid door middel van duurlopen en in het bos tegen de heuvel oplopen om aan het omhooglopen te wennen. En dat doen ze al een tijdje. We zijn nu, ik denk zo'n 2 maanden, toch wel steeds meer aan het lopen. Geert loopt nog iets meer dan ik, ongeveer 3 keer per week. En langzaam voeren we de kilometers een beetje op. En we willen met name de laatste weken, nu willen we met onze gear gaan trainen. Dus we krijgen zometeen mooie rugzakken, matjes, tenten, slaapzakken. En dan willen we eigenlijk met bepakking hier gaan rennen op de N70. Want die zie je achter ons, de Nijmeegse N70-route. En dan gewoon hier pukkeltjes klimmen met bepakking. Nou, 20 maart gaan we. Dat is het plan. We zouden iets eerder gaan, maar we willen eigenlijk langer testen en ook nog langer trainen hier in Nederland. Zodat we gewoon goed beslagen ten ijs komen. Het lijken geen hoge bergen, 914 meter, maar Schotse bergen moet je niet onderschatten. Het is echt gevaarlijk gebergte. Dus we zitten met sneeuw, ijs, lawines. We moeten goed beslagen ten ijs komen, om het maar zo te zeggen. En op het gebied van voeding komen de mannen niet tekort. Dit zijn overigens lekkere maaltijden. Die kun je iemand echt wel voorzetten, zeg maar. Dus niet vies. Dit zijn energieshots, ja. Daar word je helemaal vrolijk van, en sportreepjes. En daar staat ook een pallet van in Schotland, dus we hebben te eten.